Rudy, we zijn hier weer bij jou in de tuin. Ik zag je vorige keer met een enorme berg hout en nu zie ik hier weer een stapel grond liggen. Vertel eens, wat zijn de vorderingen? Nou, het gaat inderdaad hartstikke goed. We zijn verder met de bakken gekomen, met de grond is geleverd en de leerlingen van het Groenhorst College en de Steiger die hebben ons geholpen met het maken van de bakken. Hout gezaagd, in elkaar gezet voor een deel. En ook John van Triade heeft geweldig geholpen met het in elkaar zetten. Dus het is echt een gemeenschapsproject al, ja, vind je? Ja, dat kunnen we zeker stellen. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Hoppakee. Nou, je bent ook nog aan het zagen, zie ik. Ja, de laatste blokjes. Hey, en als je nu al die bakken af hebt, wat gaat er dan nog meer gebeuren? Wat is de volgende stap? Ja, de volgende stap is het museumweekend wat er zaterdag en zondag nu aan gaat komen. Samen met de tuinders hebben we een plan gemaakt hier voor de bakken. We hebben de groentes, de kruiden, de bloemen en niet te vergeten ons wilde akkertje. Waar we gerst en haver, roggen plus mooie korenbloemen gaan opproberen te kweken. Oké, okay. En wie gaat al die gewassen hier planten en zaaien en poten? Nou, in ieder geval de tuindersgroep plus de bezoekers die gaan komen. Dus we nodigen iedereen uit om mee te komen doen. Oké, okay. Dat is hartstikke leuk. Wordt echt een actief museumweekend dus, begrijp ik. Zo, einde van een werkdag. Iedereen is vertrokken? Ja, we hadden een mooie dag vandaag. Je zit nog even wat lekkers na te drinken. Inderdaad, ja. Hey, en als ik het hier goed zie, dan zit jij in een schaftwagentje. En dan vraag ik me af, is die hier speciaal voor dit project neergezet of is dat een echte ouwe? Dit is zeker een oudje. En hij stond hier in de museumtuin. Hij komt weer fantastisch tot zijn recht. Hij wordt weer helemaal opnieuw hergebruikt, zou je zeggen. Echt, ja. Een echte schaftwagen. Hey, laat het museumweekend maar beginnen, zou ik denken. Inderdaad.